Het is gewoon hoog, joh. Iedere seconde telt. Hey, we komen voor dezelfde rol, zie ik, joh. Oh ja. Ja. Dat is ook zo. Ja, inderdaad. Dat is mijn script. Ja. Ik ben een beetje zenuwachtig. Oh, ja. Ja, ja, doe dit nog niet zo lang. Nee, want ik dacht in eerste... Wat heb jij zo al gedaan? Wat als ik vraag wat? Oh, ik heb nou, wat kleine rolletjes gespeeld. Nou, ja, ik heb eerst een tijdje in New York gezeten voor modellenwerken. Oh, ja, ja. En nou, daar uiteindelijk ook van de straat geplukt om mee te werken aan een klein filmpje. Ja, wat leuk zeg. Ja. Eindexamenfilm van... Nee, het was voor het Sundance Festival. Ja. Robert Downey Jr. Die heeft het geregisseerd. En, de van Sherlock Holmes? Oh, ja, maar een hele lieve man. Hele lieve man, ja. Ja, die heeft me een beetje gestimuleerd om wat meer met acteren te gaan doen. Ja, en ben je daarna nog ook daadwerkelijk een opleiding? Oh ja. Ik heb de theaterschool gedaan. In hier zo in Amsterdam? Oh nee, in New York ook. Oh, ook? Ja. Ja. Dat is heel duur toch, die opleiding? Moet je... Ja, ja, maar ik had genoeg verdiend met mijn modellenwerk, dus dat was geen probleem. Nee. Ik ben zelf heel druk met ik doe vooral heel veel trainingswerk, hè? Daar heb ik constant werk in. En dat vind ik ook heel leuk hoor, het gaat natuurlijk heel erg over gedrag en improviseren. En helpt mij ook heel erg bij audities, ik schud dat zo uit mijn mouw eigenlijk. Ja, nee, maar dat is. En ik vind het leuk om te doen, want ik kom in alle lagen kom ik in aanraking van management tot schoonmaak en allerlei soorten trainingen. Ik doe heel veel agressietrainingen voor politie en deurwaarders ook. En dan confronteer ik ze met gedrag. Fuck you! Bijvoorbeeld van de adrenaline is echt, hè? Want ze weten natuurlijk dat ze met een trainingsactrice werken. En ik vind het gewoon heel boeiend om te doen en het wordt ook gewaardeerd. Dus. Nou ja, en verder, ik zit nog even te denken, want naast mijn trainingswerk doe ik natuurlijk ook kleine televisierolletjes, gastrolletjes. Het leukste en het interessantste wat ik gedaan heb... Jolanda van den Berg! Hey, succes jij! Doeg!